Welkom bij Top Names. Iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Te gast is Ernie Hiemstra. Je bent een veelzijdig man, je doet veel verschillende dingen. We gaan zeker straks ook nog eventjes praten over ergonomiek, wat een van je activiteiten is. Maar we beginnen met Oxboard. Oxboard. Ja. Wat is dat? Oxboard is dat leuke dingetje, dat plankje met die twee wieletjes waar je op gaat staan. Een beetje à la Segway. En de kant naar waar je beweegt, die kant ga je ook op. Dus het is een beetje self-balancing. De jeugd is er erg gek mee. Ja. Het is eigenlijk een Segway zonder stuur. Ja. Zonder stuur, toch? Een hoverboard noemen ze het, hè? Hoverboard is inderdaad, Oxboard wordt ook gebruikt als productnaam. Dus, ja. Dus, maar jullie leveren dat of hebben jullie er zelf een ontwikkeld? Wat hebben nou ja, we hebben het concept eigenlijk een beetje ontwikkeld. De naam, we hebben het product wel beetgepakt en het op een hoger niveau gebracht, kwalitatief. En een eigen uitstraling gegeven. Ja, hoe doe je dat dan? Want dat een mooi designbureau en wat ideeën ook bemoeien met de productie, de ontwikkeling. En te kijken dat de kwaliteit op orde is. Er is nogal veel gedoe geweest over de kwaliteit, dat die in brand zou kunnen vliegen. Ja, want ik hoorde allemaal dat soort verhalen. Maar, ja. Maar neem ons eens mee in zo'n project dan. Want op een gegeven moment zie je die dingen die kwamen, ja. De eerste kwamen allemaal uit China, die waren niet goed. Ja. Was een rotzooi, heb ik ook wel eens geprobeerd. Ja, ja. Jij denkt, nou dat moet beter kunnen. En dan? Wat ga je dan doen? Nou, ik was er zelfs... we hadden ze al als eerste op de markt gebracht, als first mover. Maar we werden ze vrij snel ingehaald, zo gezegd, door inderdaad de goedkope Chinese spul. En dat was nadrukkelijk ook goedkoper. Dus ja, dan kiest de consument toch vaak voor het goedkopere product, helaas. En we hadden heel veel energie gestoken in kwaliteit, in design en in veiligheid. Maar ja, dan wordt het product wel een stuk duurder. En we hebben daardoor wel beduidend minder verkocht. Totdat inderdaad het veiligheidsissue boven water kwam. Helaas wordt de markt daar natuurlijk in zijn geheel over afgerekend. Maar het lijkt er nu wel op dat wij een beetje de bovenliggende partijen gaan worden. Daar de goedkope spul nu een beetje bedankt wordt. Nu nog maar even kijken wat er van de markt over is natuurlijk. Ja, maar het, veiligheid was bij ons altijd... En wat is er dan, je zegt veiligheid, maar kun je eens iets meer in detail vertellen wat er dan zo bijzonder is aan dat ding voor jullie? Nou, dat heeft te maken dat de veiligheid per definitie, hoe het product wordt ingericht, als je dat serieus doet en goed naar kijkt, dan is het per definitie veilig. Ja, maar waar heb je het over? Heb je het over wielen? Batterij, over de batterij. Ja. Het gaat alleen maar over de accu, de veiligheid. De batterij en de aansturing, de opladen en dergelijke, daar zit het hele probleem eigenlijk in. En als je dat zo goedkoop mogelijk uitvoert met inferieure componenten en dat een beetje samenknutselt, dan creëer je mogelijk een bom. Ja, dus dan krijg je een soort van kortsluiting, dan krijg je frictie in het apparaat, dan gaat dat draadje slijten. En de oplader die laat maar gewoon door, die stopt niet automatisch. Als dat soort, laat ik het zo zeggen, als je in China een product bestelt en je kiest voor het goedkoopste, dan kun je op alles bezuinigen, ook op een batterijmanagementsysteem bijvoorbeeld. Het managementsysteem bepaalt bijvoorbeeld dat die stopt met laden als de batterij vol zit. Ja. Nou, die kun je uitbesparen, dat scheeltje kan ik je aangeven, $80 cent. Nou, is dat heel veel op een heel apparaat? Nou, als je op elke componentje dat bespaart, dan wordt het product steeds goedkoper. En voordat het hier op de markt ligt, gaat het over meerdere schijven. Iedereen wordt er een beetje aan verdienen. Wordt het product steeds duurder naarmate de inkoop hoger is. Dus als je gaat kijken, gaat bezuinigen... en je hebt dan het eenvoudigste apparaat die dan wel werkt, maar waarvan je niet zeker bent of de veiligheid in orde is, maar dan ben je wel spekkoper, dan ben je de goedkoopste in de markt. En zolang er geen... dat niet gereguleerd wordt, ja, kan iedereen zijn gang gaan. Dus het was natuurlijk een nieuwe markt. En in een nieuwe markt kan iedereen van alles proberen. En de goedkoopste was spekkoper in het begin. Maar dat was het begin. En ja. Er is een fase gekomen waarin veiligheid een issue werd. Nee, ja, al vrij snel. Dan kijk je de filmpjes op YouTube. Vanuit Amerika al. Daar hebben ze al vrij snel ingegrepen. Waarbij in het begin krijg je eerst die filmpjes van al die mensen die er vanaf vielen. Nou, dat hoort erbij als je iets nieuws koopt. Ja. Als wij voor het eerst zouden gaan fietsen vandaag, zou er ook afvallen. Ja. Nu vinden we allemaal heel normaal dat we kunnen fietsen. Dus je moet er wel een beetje op oefenen. Maar vervolgens kreeg je dat verhaal dat ze spontaan in brand zouden vliegen. En vanuit Amerika was dat echt een issue. En hebben ze vrij resoluut ingegrepen in Amerika. Na een jaar al gezegd van, het moet een UL-keurmerk hebben. Dus al die afgekeurde modellen kwamen naar Europa toe, werden gedumpt. En hier zijn we pas na 3 jaar, de NVWA heeft daar flink op ingegrepen, die modellen beetgepakt en gezegd van dit is niet goed, het moet... En heeft wel eindelijk duidelijkheid gegeven, dit zijn de criteria waarvan wij vinden dat het product daar moet voldoen, anders mag het niet de markt op. Dus die helderheid is er nu eindelijk, maar dat betekent wel dat de ontwikkeling en de productie van het product wel duurder is, maar dan krijg je wel een veilig product. En... ja, en jullie voldoen aan die eisen. Ja. Ja, maar dan zat ik net op Bol.com te kijken en ik weet niet hoeveel hoverboardtypes je daar kan kopen, maar volgens mij echt tientallen. Ja, daar waren er honderden. Ja. Ja, dus aardig ingeperkt. Ik kan niet op detail ingaan, ik weet wat Bol er wat van vindt. Ik weet hoe de materie werkt, ja, maar daar neem voor mij aan... Motion, ja. De cool and fun, er staan er nog steeds, de Denver, de merkloze artikelen. Ja. Allemaal minimaal €100 goedkoper dan die van jou. Ja, ja, ja. Maar daar gaat veranderingen komen. Ja, gaat. Maar je bent er al een paar jaar mee bezig. Ja. Nee, er zijn wat ontwikkelingen, maar die hele hoverboardmarkt die ligt nu behoorlijk, staat die onder curatele. Ja. En die is sinds dat NVWA het heeft aangepakt in oktober, is er wel wat gaande en is die hoverboardmarkt niet meer zo groot als dat die was. Oké, en waarom denk jij nou, want dat is een paar jaar geleden, van ik ga hier mijn tanden in zitten in zo'n ding. Wat vond jij er zelf zo leuk aan? Ja, toen ik hem eerst zag op de beurs in Las Vegas in 2015, januari 2006, hè, ja. Ik zag er iemand op ronddraaien. Ik zeg, op een of andere manier als je dat ziet, dat is het. Je ziet heel vaak innovaties, maar dit is super, dit is leuk. Dus ik heb die man aangesproken en die beweerde dat het zijn uitvinding was, maar hij had het ook gewoon uit China gehaald. En hij had het een mooie naam gegeven en ging daar meer de Amerikaanse markt mee veroveren, Iowalk. En toen dacht ik, dat kan ik wel eens voor Europa gaan doen. Ja. Maar als ik nou, ik vond het toen in China, ik zeg als ik nou dat Chinese ding pak in diezelfde vorm, in diezelfde kwaliteitsniveau, dan word ik zo ingehaald, want dan kan iedereen dat. Dus ik heb dat product beetgepakt, helemaal uitgekleed, opnieuw opgebouwd, een eigen uitstraling gegeven. Dus de uitvinding is niet voor ons. We hebben wel de eigen vorm, uitstraling en naam aangegeven. In de gedachte, dat is gewoon fun op dat ding. Want ik moet, had ik die ervaring. En de vraag was van waarom is dat dan zo leuk? Nou, dan ga je met zo'n apparaat naar huis en dan ga je naar vrienden toe. En dan ontstaat er iets van een sfeer van, wow, wat is dit? Ik kan me zelfs herinneren, dat vond ik zo bijzonder, dat zelfs ons... Ja, maar ik ben vooral ook wel benieuwd van hoe zo'n proces dan loopt. Want kijk, normaal gesproken als je een product lanceert, dan ga je eerst een concurrentieanalyse maken, een marktonderzoek. En dan ga je eens prijzen en kwaliteit vergelijken. En als je dat allemaal gedaan had, had jij natuurlijk al heel snel geconcludeerd dat je met een apparaat waar je aan de buitenkant niet kan zien hoe goed het is, wat €150 duurder is, dat is natuurlijk tamelijk kansloos. Ja. Ja, ja. Heb je dat allemaal niet gedaan? Je bent gewoon dat gaan doen? Het is heel logisch wat je zegt, alleen dan zijn we 2 jaar verder. Ja, dus dat heb je vooraf niet gedaan? Nee, omdat ik daar niet, die tijd en dat ik daar niet in geloof. Dat ik denk, het introduceren van een product op de markt, het ontwikkelen en het neerzetten en het lanceren, is zogezegd misschien wel even duur als het hele uitgebreid marktonderzoek doen. Ja, precies. Waarbij het is een pragmatische afweging eigenlijk. Precies. Waarbij het ook nog zo is dat als ik hem in de markt zet, echt informatie heb. Bij een marktonderzoek is het altijd nog maar een hoge mate van waarschijnlijkheid wellicht. Dus je bent er eigenlijk gewoon sowieso niet zo voor. Je zegt, ik kan beter op je gevoel afgaan, uitproberen en stoppen als... Ik ben wel heel veel van trial error, ja. Je kunt daar binnen de trial error wel kijken natuurlijk om, of je risico's kan beperken. Maar waarom zou je 2 jaar lang bij innovatie onderzoek gaan doen? En we hebben allemaal tegenwoordig een smartphone met zo'n touchscreen. En daarvoor hadden we natuurlijk gewoon zo'n Nokia met zijn toetsen. Steve Jobs zei er ooit over. Ik ben niet van panelonderzoek en dergelijke, want je kan 100 mensen vragen. Niemand had mij het idee gegeven dat het zo'n touchscreen moest worden. Sterker nog, als ik het zelfs op tafel had gelegd, had iedereen gezegd van onzin, dat zoek ik helemaal niet. Dus innovatie zit hem volgens mij niet in. Wat ga je dan onderzoeken? Een apparaat met 2 wieltjes op kan staan, weer op kan bewegen. Waarom zou iemand dat willen? We kennen het allemaal niet. Je moet het gewoon op de markt gaan zetten en kijken of mensen het willen kopen. Ja. En toen je daar de eerste modellen van had, want je begon het bij je vrienden. Welke reacties kreeg je? Ja, heel enthousiast en leuk. Wel van, duur. Want toen was hij nog veel duurder. De eerste modellen kostten, ik meen in Amerika, $1,800. Oké. Ja. Ja. En toen dacht ik, dat kan ik al... Voor de duidelijkheid zit nu een beetje rond €200, hè? De goede dan. Ja. Ja, de eerste cd-speler. Wij komen nog uit die tijd. Ja. Dat was 2000 gulden. Ja, ik draai nog platen gewoon. Ja, ja, want in mijn jeugd was cd-speler 2000 gulden van Philips bij ons in Eindhoven. Ja. En die kun je nu volgens mij, heb je al een cd-speler van €25, toch? De allergoedkoopste. Dus dat gaat met elektronica altijd zo. Dus de eerste zijn heel duur. Maar in ieder geval, het enthousiasme was er. En ik heb mijn eigen kinderen erop laten staan en wat verder gekeken. Ik moet zelfs, wat ik zelfs frappant vond, zelfs de hond keek om. Hè, die zat altijd, wat is dit nou ineens? Die wil er ook op staan. Ja, en dan weet ik wel, want die kinderen zijn vrij kritisch. Die hebben natuurlijk allemaal hun spelletjes tegenwoordig. Maar ze bleven erop rijden. Ze hadden lol en je komt bij vrienden en familie. En zelfs de papa en mama's wilden erop staan. En dus ik denk, oh, dit trekt zeker de aandacht. Ja, daar ben ik van overtuigd. Eén probleempje. Al heel snel bleek dat ze niet de openbare weg op mogen. Ja, dat was na een jaar, hè? Dus... Ja. Dan heb je wel een probleem. Ja. Dat heb je met nieuwe dingen. Dan loop je tegen zaken aan. De eerste auto... Je bagatelliseert dat allemaal wel heel mooi. Ja, goed. Nee, maar je verkoopt iets wat niet mag. Wat je nergens mag gebruiken, want de openbare weg... Nee, je mag niet. Nee, ik heb het even opgezegd, de openbare weg, dat is niet alleen de straat, dat is ook het fietspad, dat is ook de stoep, dat is ook de stationshal. Ja. Wat heb je er dan aan? Ja, dat is... en dan niet alleen krijg je €180 boete als je betrapt wordt, en dat gebeurt ook gewoon. Ze nemen ook dat ding nog in beslag. Ja, nou, goeie. Dus jij zegt tegen mij, koop nou even ik wil er namelijk eigenlijk één kopen, die Oxboard Pro, die rode vind ik wel mooi, €300. En dan ga ik dat morgen uitproberen. Dan krijg ik ben ik dat ding niet alleen kwijt, krijg ik nog €180 boete. Nee, dat is veronderstelling dat je, als je erop gaat staan, dat je meteen die boete krijgt. Dat is niet waar, hè? En dan moet ik ook nog een WA-verzekering hebben. Nee, want je mag er niet meer de weg op. WA-verzekering is alleen voor motorvoertuigen die de weg op mogen. Ja, ik mag de weg niet op, zeg je, dus ik hoef hem ook niet te verzekeren. Nee. Ja, dus dat is je probleem eigenlijk. Nee, jij mag daarmee de weg niet op. En wat heb ik er dan aan? Je mag er wel op eigen terrein. Ja, je mag er wel op een... Dus je hebt stadsbewoners die dit soort dingen leuk vinden. Die mogen op een balkon op 2 hoog achter. Dat vind ik wel een aardige discussie, maar we hebben een half uur. Hè? We leven in Nederland. Ja. Hè? En in Nederland hebben we maken daarna een half uur een einde aan. In Nederland hebben we allemaal regeltjes, vinden we hartstikke leuk. Dus wat wij getracht hebben, zijn 2 dingen. Eén, ga je gewoon de weg op van... Letterlijk de weg op met... je kan die Oxboard zeker leuk gebruiken. Je mag op eigen terrein... En de wijkagent in de praktijk vond dat meisje van 8 in de wijk, zo langzaam de stoep bleef, op zich prima. Mag nog steeds niet, maar doe er voorzichtig mee. Ga daar niet mee op de provinciale weg rijden. Dan kun je inderdaad een boete krijgen en dan kan die ingenomen worden. Dus als je eigen terrein, op parkeerterreintjes, op speelplaatsjes, dan wordt dat gedoogd. Laat ik het zo zeggen, voorzichtig. Ander spoor was, we gaan naar het ministerie. We hebben een bijzondere voertuig, recent nog aardig discussie geweest. Ja. We zijn het ministerie geweest. Zouden wij dat Oxboard ook de weg op kunnen krijgen? Want we hebben toch al de Segway-weg, de bijzondere bromfiets, de wet. Nou, dat moet je onderzoeken via het SWOF, de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Dat hebben we gedaan. Om een lang verhaal kort te maken, die hebben na een jaar geconcludeerd. Nou, dat is zo gek nog niet. Daar zit weinig onveiligs aan. Daar zou je de weg op moeten kunnen, is ons advies. Dus wij met een rapport aan het ministerie en die had zoiets van, wacht eens even. Nou vindt de SWOF dat wel goed, maar wij als ministerie van Rijkswaterstaat moeten daar een keuze in maken. En vinden het best ingewikkeld, omdat we in Nederland we hebben fietsers op het fietspad en fietsers en van alles. Dus het wordt best druk met die dingen erbij. Dus zij hebben dat voorlopig voor zich uitgeschoven, onder het noemen van dat moeten we even nader onderzoeken. Overigens, in België is het wel toegestaan. Ja, maar daar woon ik niet. Nee, daar woon je niet. Oh, nee, maar de markt misschien. Nee, dat is waar. Maar ik ben niet zo klein denken. Maar je hebt inmiddels in de gaten. Ik zit helemaal uit mijn eigen belang. Ik ben redelijk opportunistisch en ik ben gewoon hoopvol. Want de eerste auto aan de eerste trein was ook een drama. Hè? De eerste auto die door een dorp reed moest voorafgegaan worden door een man met een vlag. Die stapsvoets door het dorp ging. Om aan te geven, komt een auto. En buiten het dorp... Eigenlijk zeg jij, wij zijn pioniers en dan heb je dit. Ja, dit is een notendop, ik doe het nu 4 jaar, dat is een rollercoaster geweest. Eerst mocht er de weg niet op, openbare weg. Daarna vloog hij in brand, dan hebben de NVWA. Dus er zijn een heleboel, en dan krijg je natuurlijk de goedkope concurrentie en dergelijke. Niet die van ons vloog in brand, maar die goedkope concurrentie. Dus je hebt de goedkope concurrentie, die notabene in brand vliegt. En hij mag ook niet de weg op. Ja, dat noem je pas tegenslag, ja. Maar goed, wat... En toch ga je door. Je had ook kunnen stoppen. Ja, Wat maakt, dat, je door, wat maakt dat je doorgaat? Omdat soort strijdvaardigheid die ik heb. En dat ik denk van ja, dat kan toch niet zo zijn. Het blijft gewoon een leuk ding. Er komen echt weer... Vind je nog steeds? Ja, en dan komen weer nieuwe dingen aan. Want dit voorjaar komt dan het Oxboard die je dan 1 per schoen hebt. Dus dan krijg je een soort rolschaats, ook self-balancing. Dat is dus de opvolger. Ja. Mag je ook de weg niet meer op, maar we blijven volhouden. Dat is wel hartstikke leuk. Daar kun je mee dansen en mee racen en alles. Ook voor in een dancing of een bar. Ja. Maar die kinderen van 10, die vinden dat echt top. Dat is een opvolging, dus daar ga je ermee verder. We hebben, 1 ding hebben we wel bereikt, want ja, als ik dan de balans opmaak na zoveel jaren, is wat hebben we dan na die 4 jaar bereikt? Nou, iedereen kent Oxboard. Dat is toch ook mooi? Ik heb er niks mee verdiend. En ik heb wel andere producten gedaan en andere bedrijven heb ik wel geld verdiend. Daar verdien ik nog steeds geld mee. Ja. Maar dit is wel een beetje een troedelkindje geworden. Ja, wat ik wel heel opmerkelijk vind, waar ik ook nog even wat over wil vragen. Wij hebben heel veel, natuurlijk allemaal nieuwe dingen aan tafel. Dat varieert van weet je wel, nieuwe soorten fietsen tot, dat is misschien wel een mooi voorbeeld, van Moof. Hè? Een hele innovatieve fiets. Ja. En eigenlijk kiezen al die innovatoren, die mensen die echt die nieuwe dingen maken, om gelijk ook de tussenhandel eruit te halen. En te zeggen, wij gaan gewoon direct to consumer. Wij gaan dat via onze webshop verkopen. Mensen kopen maar direct bij ons, want we willen die marge niet kwijt. En dat hoort een beetje bij de nieuwe manier waarop je dit doet. Jij hebt natuurlijk wel een webshop, maar je zei voor de uitzending tegen mij, ja, voor ons is dat bijzaak. Wij doen gewoon traditionele retail. Ja. Waarom in godsnaam? Omdat ik niet geloof dat je zo... Je bent toch geen Apple, hè? Dat je denkt de hele wereld te kunnen bereiken met een webshop. Dat is heel aardig, kun je heel erg op focussen. Als je Apple heet, is dat leuk. Of noem een andere hele bekende merknaam. Maar nee, ik geloof wel dat je ook in de winkel moet liggen. Of bij de Bols hebben we het over. Of bij de Mediamarkt. En dat zie je zien liggen. En dat zie je dan... Dat kan de ene keer kopen ze online via je eigen website of via Bol. Of ze kopen hem in de winkel bij Mediamarkt. Prima, het zijn allemaal. Maar je hebt ook geen focus op je webshop, zei je tegen mij? Hebben we ook focus op. Ja. Maar als ik daarvan zou leven, dan was het leven een stuk rustiger geweest. Dat kan ik wel zeggen, dat inderdaad. Dat heb je verkocht. Ja. Maar er zit wel... Kijk, dit is natuurlijk een... Blijft wel een percentage? Wat verkoop je via... Nee, ik denk dat wij qua aantallen zeker wel 98% niet via ons online kanaal doen. Zo. Dus dat gaat allemaal via of winkels of andere online kanalen. Maar pas op, dit is een product wat best kapitaalintensief is. Dus het produceren van dit product en alles wat erbij komt kijken... impliceert dat als je dat een beetje nog enigszins kostprijstechnisch... dat je niet naar een Chinese fabriek kan gaan... die je nota bene ook niet moet controleren... om daar daarna 100 af te nemen per maand. Want dan ga je de hoofdprijs betalen. Dus je moet wel aantallen maken. Ja. Dus als je dat online kan zeggen van... ja, ik verkoop er dan een x-aantal honderden per maand... zouden verkopen online... Dan ben ik geen partij voor de Chinese leveranciers. Precies, en dan kan ik geen kostprijs. Dus dat zal bij misschien software of andere producten kan dat wel uit. Maar elk product moet wel weer met de hand van elkaar. Dus je hebt grote voorraden. Je hebt wel echt volumes nodig, ja. En ik heb ook grote voorraden, ja. Heb je nog last van faillissementen bij speelgoedketen? Ja, er is recentelijk wat gaande. Dus, ja. Maar dat raak je dan ook? Als je tuurlijk. Ja. We hopen dat het allemaal goed komt en... er is zeker markt voor speelgoed, speelgoedwinkels in Nederland. Dus, en dat is een heel groot afzetgebied. Ja. Ja. Hey, hoe doe je die kwaliteitscontrole bij die Chinese leveranciers? Ja. Had je daar ervaring mee? Ja, gedeeltelijk. Niet voor dit product, hè, maar wel met andere producten. Iets in China bestellen. Voor de mensen die mee zitten kijken, die wel eens met China... gedaan hebben, weten allemaal dat je niet in China via Alibaba, zeker niet een serie dingen kunt bestellen en dan denken dat het wel goed komt. Want zelfs een kleur rood, die kunnen ze in honderden varianten, waarbij als je denkt dat je de goede kleur rood binnen hebt, dan is de volgende keer krijg je een andere kleur rood. En dan vraag je, hoe kan dat? Oh, we didn't know. Dus sorry, next time it will be your red. Dus dat gaat, elke keer moet je erbij zijn. Dus wij hebben ter plaatse een bedrijf. Ja, een Nederlands bedrijf waar we samenwerken, die mensen heeft in die omgeving, die naar die fabrieken toe gaat en dergelijke. Je gaat er zelf naartoe, je laat samples elke keer invliegen en controleren. En dat doe je niet 1 keer, dat moet bij elk productieproces wordt herhaald. Ook op de kwaliteit en op de certificaten, die laten we ook checken en beoordelen door laboratoria hier in Nederland en in China en dergelijke. En zo gaat dat spelletje continu door. Ja. Maar dat moet je echt doen. En je moet ook, dan is het nog, als je meent dat alle kwaliteit aan de fabriek klopt en dergelijke, dan moet je nog bij de productie controleren of de afgeleverde certificaten en daarbij de modelnummers overeenkomen met de producten en de modelnummers die in het apparaat schroeven. Ja goed, ja, dat is nou eenmaal de handel, de werkwijze. Je zei van, ik zie dat jij daar inderdaad op wil komen. Je zei van, ik had wel ervaring met China, hè? Niet zo per se met dit product, maar want ergonomiek is een ander bedrijf van je. Volgens mij zit hier in de naam al wel wat jullie doen, hè? Ja. Ergonomische producten kantoorproducten, maken. Ja. Johan Schaap die vraagt via Twitter, doe jij die trial and error waar je net over vertelde, waar dit een voorbeeld van is, hè? Doe je dat ook bij je andere bedrijven? Is dat een werkmethode van jou ook? Ja, ik geloof daar wel. Ik ben niet zeker tegen marktonderzoek, maar je moet natuurlijk wel kijken of je niet oeverloos moet langer blijven onderzoeken voor iets wat je in dezelfde tijd en geld had kunnen doen door het in de markt te zetten. Ergonomiek, maar je moet marktonderzoek of innoveren of iets in de markt zetten of iets nieuws bedenken, niet alleen zien met een product. Dat geldt voor alle dingen in het leven. Hè? Vertel eerst even, want ergonomiek, wat is dat? Wat verkoop je daar? Ergonomiek is een bedrijf waarbij we ergonomische kantoorproducten verkopen aan bedrijven en instellingen. Moet je denken aan voetenbankjes, documenthouders, polsteunen, ergonomische muizen. Alles wat helpt voor de gezondheid, productiviteit en comfort achter de computer. Waarom ben je dat gaan doen? Omdat... Had je zelf RSI? Of, Nee, ja, we hebben dat alweer 23 jaar geleden opgericht. Oké, dat is de basis geweest. Ja, dat is... Hoe heet dat? Boston Consulting, de cash cow. Hè? Dat draait gewoon door. Ja, dat zit in dat ene kwadrant. Dat bedrijf bestaat, dat gaat gewoon door. Ja, dat doen we internationaal. In Duitsland, Frankrijk, Nederland. En producten die we daar... Hoe is het ontstaan? We kwamen uit de RSI-tijd inderdaad, eind jaren 90. Ontstond het eigenlijk. En toen kwam ik via mijn toenmalig bedrijf, een callcenter, in contact met een kantoor groothandel. En die wist dat product niet goed aan de markt te brengen, aan de man te brengen. Die had een beeldschermfilter. En die dacht, als ik het opstuur, dan kopen de mensen het wel. En wij gingen dat actief opvolgen van bekijk dat eens, probeer dat eens. En zo kwamen we in contact met de fabrikant en van het een kwam het ander. En dan ga je dat weer eens een keer proberen. Ja goed, op die manier, als je dan ziet dat je dan 100 mensen iets stuurt op proef te kijken hoe het is, en 10 mensen vinden het leuk of 20, dan zal dat bij 1000 wel 200 zijn. En zo kun je dat gaan. Zo redeneer jij bij al dit soort producten. Heb je ook wel eens iets op de markt gezet wat totaal geflopt is? Iets op de... Ja. Want je zou verwachten dat als je het zo op die manier doet, dat je ook denkt van dan van de 10 gaan er 2 mis. Ja, jammer. Ja, ik heb wel eens binnen een bedrijf, ergonomiek, hebben we wel eens een documenthouder ontwikkeld. Flink wat geld ingestoken en ontwikkeld. En dat wilden we dan in een U-vorm hebben waar we een monitor op zetten. Dus een U, dus zo je dit toetsenbord onder je monitor kon schuiven. En dat U, dat zou dan van metaal zijn en dan ombouwd met een mooi afgewerkt kunststof. En dat was dan een monitorverhoger en daar kwam ook een vlak uit waar je je document op kon leggen. Nou, hartstikke innovatief, zag er leuk uit, strak uit. Een hoop geld gestoken, ontwikkelen in mallen en dergelijke. 2 jaar lang eindelijk het product, zelfs subsidie voor gekregen, kan ik me herinneren. Ga je dat produceren, ga je het in de markt zetten, blijkt dat in 30% van de gevallen de producten terugkomen, omdat dat ding, die U-vorm, dat werd geen U meer, dat klapte dicht. Dus door de kracht zakte die in elkaar. Dus ik terug naar de ontwerper, ik zeg, maar er kon toch een monitor op staan? Ja, hij is berekend op 30 kilo. Ik zeg, ja, maar hij zakt ineen. Ja, maar dan doe jij dat niet goed in het vervoer of zo. Helemaal niet, er zit allemaal piepschuim tussen en alles. En we kregen daar niet de vinger achter. Dus dan denk je, moet ik dan weer opnieuw gaan ontwikkelen en weer in de markt gaan zetten? Dus dan moet je op een gegeven moment je verlies nemen. Ja, maar dat hoort bij die manier van werken. Ja, hoewel ik nog steeds denk dat dit product potentie heeft als je niet in elkaar... Ja, precies. Het was uiteindelijk meer een technisch... Maar het was blijkbaar ook te duur om hem zo te maken dat je hem kostprijs technisch aantrekkelijk en verkoopbaar kon houden. Dat hij dus blijkbaar wel die U kon vasthouden, Hey, steekt die nek eens uit, Wij maken dit programma met als rode draad innovatie. Ja. We zien van jou best wel innovatieve producten. Beschouw jij jezelf als een innovator? Of ben je eigenlijk gewoon iemand die slim naar de markt kijkt? Ben je echt een handelaar, een commerciële man? Ja, ik ben meer een ondernemer en ik zie kansen. Maar ik ben geen techneut. Nee. Ik heb wel fantasieën. Zo'n hoeverboord ook, hoe dat precies werkt. Dat zou je wel... Nee, je kan me wel vertellen, dan denk ik het een beetje te begrijpen. Maar, ja. Maar nee, ik kijk meer naar de mogelijkheden en naar de kansen. Maar ik kan de techniek niet bedenken of uitvinden. Ja, je ziet wel dat er behoefte is aan een ergonomische muis. Ja. Maar hoe dat ding dan gemaakt wordt en zo, dat... Nee, voor mij is dat een beetje van, ik weet wat erin gaat en ik weet wat er dan uit moet komen en wat daartussenin. Ja, daar heb je hele slimme mensen voor. Ja. En die huur ik dan graag in. Ja. Maar ik ben dan wel echt, handelaar is een beetje plat woord. Ja, maar dat heet dan zo bedoel ik het niet. Ja, nee, dat begrijp ik. Maar dat is gewoon ondernemen. Ja. Ik kijk naar de kansen en naar de mogelijkheden. En ik ben niet zo voor om iets te innoveren, omdat die innovatie zo mooi is. Dat vind ik altijd zo typisch. Van kijken zo mooi. Ja. En dan vraag ik me elke innovatie, als ik dat zie op televisie of op een beurs... Ja, maar wat hebben we er dan aan? Of wie zou er iets mee willen? En jij gaat dan ook naar de CES, je noemde dat even, in Las Vegas, de grote beurs in januari, de Consumer Electronics Show. Om gewoon te kijken wat er voor nieuwe dingen zijn. Ja. En dan ga je zelf nadenken of je daar kansen voor ziet. Zo werkt het eigenlijk. Ja, nou, de eerlijkheid gebied moet ook te zeggen dat ik mag van mevrouw trouwens niet meer naartoe, want dan kom ik weer met iets terug. Je mag niet meer naar Las Vegas, dat snap ik wel. Ik kan me redelijk inhouden. Maar... Nee, maar ik zie daar wel dingen en dan denk ik, nee, je gaat er niet eens naartoe, want dan ga ik iets vinden. Het overkomt je, weet je wel. Je ziet iets en dan denk ik, ja, dit is leuk. Dat moet ik niet meer, daar ga ik meteen over fantaseren, daar kun je meer mee, dat kan ik dan in de markt zetten en dergelijke. Dus het hoeft niet altijd zo te zijn dat je op zoek moet gaan naar iets nieuws. Maar je ziet iets, je ziet die kans en je knoopt dat aan elkaar. Maar ik zie ook een heleboel dingen waarvan ik denk van nou, ik onthoud het. En dan ga ik over 3 jaar nog eens op internet kijken of het bestaat. Dat is... Hey, en ik ben maar innoveren blijft altijd trial and error. Altijd moeten we met z'n allen blijven. Die is inderdaad voor ons ook belangrijk. Als jij nu terugkijkt naar wat jij doet en wat je hiermee gedaan hebt. Wat kunnen andere mensen van jou leren? Dat vind ik wel, ik denk dat mensen minder, soms over bij innoveren, minder lang moeten nadenken. Dus gewoon eens gaan doen. Ik vind altijd dat jarenlang over het nadenken en onderzoek... Trial and error, zeg jij. Gewoon probeer het eens en vraag je eens af. Als het gewoon goed voelt, probeer het dan eens. He, dus dat we hebben het nu over productinnovatie, maar je kan dat doortrekken binnen alle processen, ook binnen ondernemerschap, maar ook in het leven. Hè? Want je kan de hele avond met iemand praten of het leuk is om naar een voerwedstrijd te gaan of naar een theatervoorstelling. Denk, ga er gewoon lekker naartoe, dan weet je het meteen. Ja, ik ben altijd zoiets van, gaan we er lang over praten, probeer het gewoon eens een keer. Ja. Maar goed, dat zeiden we net al, je bent gewoon wat dat betreft een pragmaticus. Ja. Dus we, over een jaar, ik vind die Oxboard vind ik interessant. Moet ik er nou een kopen of moet ik even een jaartje wachten tot hij wel de weg op mag? Of mag het dan nog steeds niet? Dat is de vraag. Wat denk jij? Ik denk dat het nog wel even gaat duren in Nederland. Ja. Want we hebben natuurlijk ook het verhaal met de stint gehad. Ja, dat heeft je niet geholpen, hè? Heeft niet geholpen. Ja. En ook dat is een innovatie waarbij dingen niet helemaal goed zijn gegaan. Dat proces loopt natuurlijk nog, maar het is... We gaan wel even met z'n allen aan voorbij dat het wel een innovatie is. Absoluut. En dat het wel voorziet in hun behoeften. Dus we moeten wel zorgen weer dat die veiligheid op orde is, zodat we die behoeften... Het is denk ik wel een oplossing. Maar goed, dat was een bijzonder bronfiets. Daar viel die onder, net zoals de Segway. En daar zou dan een Oxboard ook kunnen vallen. Niet om kindertjes te vervoeren, maar wel. Dan zou het betekenen, als je dan via die wet erop op de weg mag, dat mensen van 16 jaar of ouder... met een kentekenplaatje met het apparaat de weg op kunnen. Of het zover komt voor het Oxboard, dat weet ik niet. Of omdat het product misschien niet het geëikte vervoermiddel is... qua snelheid en qua comfort, dat je daarvoor en 16 en een verzekeringsplaatje en alles moet hebben. Precies, maar ik zat eigenlijk meer te denken aan die orderpickers... Zo, dus als je bij een grote, bij Amazon in het magazijn of zo werkt, of bij Picnic. Ook daar heb je weer verzekeringsplicht en aansprakelijkheid en dergelijke. Dus we zijn er wel mee bezig geweest. Dus dat kan je zo door het magazijn chasen. Maar dan heb je ook weer verzekeraars die huiverig zijn van ja, dit is iets nieuws. En breken mensen dan niet twee benen tegelijk en dat soort dingen meer. Ja. Ja. Dus het en is Nederland je belangrijkste markt? Of je zegt, België mag het wel, hè? Dus waar richt jij je op? Nee, we richten ons wel Europees. Ja, dus we hebben contacten in Griekenland en in Cyprus en Malta en Spanje. Maar Duitsland is bijvoorbeeld een grote markt, maar ook Scandinavië. Okay. Ja, tot slot, je zei er komt dat nieuwe model met die twee voor elke voet een apart dingetje. Wanneer komt die op de markt? Want dat is wel weer nieuw, hè? Ja, de Blades noemen wij die, Oxboard Blades. Wanneer komt die? In april. Nou, we hebben toch een primeurtje. Ja, zeker. Ja, dus, kunnen we al, kan hij al kopen? Hij wil reserveren. Ja, we moeten reserveren. Ja. Ik zal je eerst een plaatje en een filmpje sturen, dan word je helemaal enthousiast. Ja, gaaf. Ja. Dus hartstikke leuk. Nou, super. Hey, hartstikke bedankt. Bedankt voor je verhaal. Mooi verhaal. Ja, dankjewel. Jullie bedankt voor het kijken en we bedanken zoals altijd de sponsors. Bier & Co voor het bier. Stekel, heb je tegenwoordig ook een thee-sponsor? Of wat is dit? Ja, muntthee. Muntthee. Ik heb het de hele dag al koud. Oké. Okay. Dus, dan moet je eigenlijk altijd, als je biertje niet meer smaakt, ben je ziek. Heb je dat al geprobeerd? Ik heb net een paar biertjes gedronken. Dus toen smaakte je nog wel, toch? Ja, oké. Nou, dan ben je nog niet ziek in ieder geval. Jetstream uit Groningen voor de livestream, PQR voor de hosting van de website en Freedom Lab voor de gastvrijheid. Kijk je live, blijf kijken, want zo direct hebben we nog een uitzending. Kijk je onder iemand, dan kun je ons totale archief terugzien via YouTube of via fastmovingtargets.nl. Dag!